الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه liefde broeders en zusters. Elke keer als wij afscheid nemen van een jaar, herinner dit moment of herinner deze dagen ons aan een belangrijke feit die geen enkele mens ontkent. Dat iedere mens maar een verzameling is van een aantal dagen, van een aantal momenten, van een aantal uren. Elke deel wat hiervan weggaat is in feite een onderdeel wat van jou weggaat, zoals Al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu ooit heeft gezegd. En als we dit besef hebben, als we deze feit realiseren, dan is het heel belangrijk om de vraag te stellen: hoe ver ben ik? Waar loop ik naartoe? Wat zijn mijn doelen in dit leven? Hoe is mijn niveau? Hoe is mijn nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe ver ben ik? Dat zijn allerlei essentiële vragen die iedere mens met een gezond verstand zou moeten stellen. Wanneer een schooljaar nadert, of eind van schooljaar nadert, dan vraagt iedere student zich af: hoe ver ben ik? Ben ik goed voorbereid op de eindexamen? Ben ik goed voorbereid op de toetsen die ik zou moeten afleggen? Dat is een serieuze, normale zaak die iedere student zou zich moeten afvragen. En zo is elke reiziger in deze dunia vergelijkbaar met zo'n student die op een gegeven moment toch het eindmoment zou bereiken. En de vraag die we onszelf dienen te stellen is: hoe ver ben ik? En als we dat besef hebben, als we deze vraag stellen, dan komen we al gauw tot de conclusie dat wij als mensen zwak zijn. Dat wij als mensen bepaalde tekortkomingen hebben. Dat wij als mensen zondes begaan. Dat is een feit die niemand kan ontkennen. Er bestaat geen zondeloze persoon. Iedere persoon heeft zijn eigen tekortkomingen. Iedere persoon heeft zijn eigen fouten. Iedere persoon heeft zijn eigen zondes. Maar de intelligente, de wijze persoon is iemand die hier bewust van is en uiteindelijk terugkeert naar zijn schepper, naar Allah subhanahu wa ta'ala. De Koran geeft ons middels een aantal versen, of legt ons middels een aantal versen, dit concept van barmhartigheid uit. Want dat is jouw poort naar Allah subhanahu wa ta'ala. Barmhartigheid en genade van Allah is jouw redding, zowel in dit leven als op de dag des oordeels in het hiernamaals. De barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala is het poort wat je kunt openen om terug te keren naar jouw schepper. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een context of in een vers waarbij de context van de goddelijke eenheid naar voren wordt gebracht, benadrukt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah het concept van barmhartigheid. Alsof barmhartigheid de essentie is van de goddelijke eenheid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: wa ilahukum ilahun wahid. Jullie God is maar één God. La ilaha illahu. Er is geen enkele God die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Hij, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, de barmhartige. De meest genadevolle. De barmhartige, dat is de eigenschap die gepaard gaat met de goddelijke eenheid. In een andere vers waarin hij het concept van de schepping uiteenzet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala: alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Hij die zowel de hemelen als de aarde in wa ma baynahuma, aan wat ertussen zit, in zes dagen heeft geschapen. Thumma istawa 'ala al-'arsh ar-Rahman. Ook hier wordt het concept van Rahman gekoppeld aan de schepping, aan de essentie. Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de gehele schepping, zowel de hemelen en de aarde, op basis van barmhartigheid en genade. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. In een hadith Qudsi zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zoals de profeet heeft overleverd: inna rahmati taglibu ghadabi. Mijn genade overwint mijn woede. Of in een andere overlevering, tesbiqu ghadabi. Dat zijn
belangrijke versen, belangrijke overleveringen waarbij wij als mensen stil moeten staan. Niet alleen maar om ons contact en om ons band met Allah subhanahu wa ta'ala te verbeteren. Maar dit concept dienen wij ook mee te nemen in ons dagelijks leven. In ons omgang met anderen en vooral in ons opvoeding van onze kinderen. Ik zeg altijd, het concept van barmhartigheid moet de essentie zijn. Moet de leidraad zijn in ons opvoeding. Moet ook de manier en het poort die wij dienen te openen om Allah subhanahu azza wa jalla beter te leren kennen. Allah subhanahu azza wa jalla opent deze poorten van barmhartigheid voor iedere mens die buitensporig is geweest. Voor iedere mens die steun en hulp nodig heeft. Allah subhanahu azza wa jalla laat deze poorten van barmhartigheid open voor iedere mens die een zonde heeft begaan, die een fout heeft gemaakt, die tekort heeft geschoten op de weg naar Allah subhanahu azza wa jalla. Om wat? Om jou uit te nodigen, terug te keren naar hem. Allah zegt in de Koran in Surah Shura: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Hij is degene die jouw berouw aanvaardt. En hij is degene die jouw zondes doet vergeten. Maar hij is ook tevens degene die weet wat jij onderneemt, wat jij van binnenuit voelt en ervaart, wat jij in je dagelijks leven toepast. Wat jij in je dagelijks leven onderneemt. Allah subhanahu azza wa jalla, dat is ook een belangrijk concept die wij goed dienen te begrijpen. Allah vergeeft jou niet alleen maar Allah subhanahu wa ta'ala, ondanks dat hij op de hoogte is van elke zonde die jij hebt begaan, van elke zonde die jij hebt ondernomen, houdt hij deze zondes één voor jou verborgen. En wanneer jij besluit om terug te keren, dan vergeeft hij jou subhanahu azza wa jal. Dus zijn barmhartigheid beperkt zich niet alleen maar tot vergeven, maar ook tot het verborgen houden van jouw zondes, terwijl jij als mens dat nodig hebt. Allah subhanahu azza wa jal zegt in een andere vers in Surat Naml: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. Wanneer de mens in nood zit, wanneer de mens behoefte heeft aan steun en ondersteuning, wanneer de mens geketend blijft en beseft dat niemand hem kan helpen behalve zijn schepper. Iemand die net naar mij is gekomen om dua te verrichten voor zijn broer die kanker heeft. Op dat moment besef je dat niemand jou kan helpen. De artsen, nog de familie, nog de beste vrienden in jouw omgeving. Niemand kan jou helpen, niemand kan jou ondersteunen. Op dat moment is de enige naar wie je terugkeert, is jouw schepper. En daarom zegt Allah subhanahu azza wa jal: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ. Wie zou jou horen in tijden van nood? In tijd dat jij geketend bent, in tijden dat je vastzit, in tijden dat niemand jou kan helpen, in tijden dat niemand iets voor jou iets kan betekenen. Als het niet in dit leven is, dan is het op de dag des oordeels. Wanneer maar twee plekken zijn, het paradijs of de hel. Wie zal uiteindelijk ervoor zorgen dat je daar of daar terecht komt? Jouw schepper, Allah subhanahu azza wa jal. De enige die jou hiervan kan verlossen is Allah. Je zal op dit dag naar je moeder gaan. Die zegt: sorry zoon, ik kan niks voor jou betekenen. Je gaat naar je vader, naar je beste vrienden, naar jouw vrouw, naar jouw kinderen, naar jouw zussen, naar jouw broer. Iedereen zegt op dat moment: mezelf. Als ik maar mezelf red. Op dat moment heb je maar één die jou kan verlossen van deze ellende. En dat is jouw schepper. En daarom is het verstandig om nu die vraag te stellen. Om nu terug te keren naar Allah subhanahu azza wa jalla. En je af te vragen: hoe kan ik deze band en deze relatie met mijn schepper weer herstellen? Al deze versen, geliefde broeders en zusters, maak ons duidelijk dat we de hoop niet moeten opgeven. Dat er altijd een kans is om terug te keren. Om een betere mens te worden. Om vergeven te worden. Dat is iets wat noodzakelijk is in ons leven. Want hoe dan ook zou je zondes blijven begaan als je maar de intentie hebt om daar afstand van te nemen en terug te keren naar jou. De schepper Allah subhanahu azza wa jalla zal jou in staat stellen om dit te realiseren. Allah subhanahu azza wa jalla geeft ons meerdere kansen. Sterker nog, hij nodigt ons uit. Boven dit allemaal, word blij met jouw terugkeer, met jouw berouw die jij toont.
De profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft ons een vergelijking, een metafoor, om dit concept te begrijpen. Al is de schepper niet met de schepping te vergelijken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft ons middels een hadith, een metafoor die wij met z'n allen dienen te beseffen. Probeer, nu ik deze hadith voor ga lezen, ik ga deze hadith voorlezen, probeer dat in te beelden. Hoe jij je zou voelen en hoe jij dat zelf zou ervaren wanneer jij op reis bent. Met jouw rijdier of tegenwoordig met de auto. Dat je op een woestijn terechtkomt waar niemand aanwezig is. Geen huizen, geen water, geen voedsel, geen eten, geen drinken. En op dat moment vertrekt jouw rijdier en je blijft alleen. Je blijft alleen midden in de woestijn. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo een mens gaat op zoek naar zijn rijdier. Gaat eerst zijn best doen om het terug te krijgen. Dan gaat achteraan. Maar uiteindelijk komt tot besef van mijn rijdier is vertrokken en die zal nooit meer terugkomen. Hij ziet in de verte een boom en hij gaat onder de schaduw zitten. En de hoop opgegeven wacht op zijn dood. Ja, wacht totdat het moment aanbreekt dat hij dit leven vertrekt. In een toestand van honger en in een toestand van dorst. Dat is de situatie die de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschrijft. Hij zegt, besef dat je in zo'n situatie komt, dat je de hoop volledig, volledig hebt opgegeven. En je doet je ogen open en ineens zie je de rijdier voor je. Met al jouw voedsel en met al jouw drinken. Hoe zou je op dat moment gaan voelen? Wat voor vreugde zou je op dat moment ervaren? Allah, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, in zo'n toestand, dat is hoe Allah subhanahu wa ta'ala blij wordt van iemand die terugkeert naar zijn schepper. Vergelijkbaar met iemand die zijn weg weer terugvindt naar Allah subhanahu azza wa jal. Wij zijn de zondaar, wij zijn degene die fouten begaan. En subhanallah, hij nodigt ons uit, hij vergeeft ons. En uiteindelijk, hij is degene die blij wordt van ons. Ons berouw. Dat is de volmaakte eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala waar het om barmhartigheid gaat. Dat zijn de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala die wij dienen te beseffen en die wij in ons dagelijkse leven dienen uit te dragen. Dit concept, geliefde broeders en zusters, gezien de tijd moet ik afsluiten. Dit concept is iets wat ons moet stimuleren. Wat ons moet motiveren om een nieuwe start te maken. Zeg niet ik ga over een week beginnen. Zeg niet ik ga aan het begin van een nieuw jaar. Ga ik een nieuwe zoektocht naar Allah subhanahu wa ta'ala. Stel het niet uit. Want jouw moment kan elke keer aanbreken. Misschien nu, misschien straks, misschien morgen, misschien volgende week. Je hebt geen enkele vorm van garantie. Doe daarom jouw best. Wees een goed mens. Zoek jouw toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. En toon elke keer berouw wanneer je een zonde begaat. Hoe groot die zonde dan ook is. Allah subhanahu azza wa jalla zegt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. O mijn dienaren, let op broeders. Hij zegt niet, o zondaren, o mensen die verkeerd of slecht bezig zijn. Hij zegt, o mijn dienaren, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا, die buitensporig waren. La taqnatu min rahmatillah. Wees niet wanhopig, want Allah vergeeft elke zonde. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Maar met de voorwaarde, wa anibu ila rabbikum. Keer terug naar jullie Heer. Keer terug naar jullie schepper voordat het te laat is. Wa anibu ila rabbikum. Wa aslimu, onderwerp je aan God. Min qabli an ya'tiyakum al-'adhab, voordat de bestraffing jullie treft. En taqulu nafsun ya hasrata 'ala ma farattu fi janbi Allah wa in kuntu lamin as-sakhirin. Op het moment dat je zegt van, had ik maar toen gedaan. Had ik maar toen goede daden ondernomen. Had ik maar toen mijn best gedaan. Wacht niet tot dat moment. Mocht Allah subhanahu azza wa jal ons in staat stellen om berouw te tonen. Mocht Allah subhanahu azza wa jal ons in staat stellen om terug te keren naar ons schepper. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.